Verschillende factoren zorgen ervoor dat steeds vaker wat extra veiligheid thuis is gewenst. Een speciaal deurblokkeersysteem kan hieraan bijdragen. In Nederland onderkennen we twee hele belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste demografische en socio-economische ontwikkelingen. In die zin dat mensen steeds ouder worden, langer thuis moeten blijven wonen, minder sociale controle. De tweede ontwikkeling is een hele belangrijke lifestyle ontwikkeling, namelijk inkopen doen via internet. Waardoor de traffic, het verkeer aan de voordeur enorm gaat toenemen. Het wordt daarom steeds belangrijker op een veilige manier thuis te kunnen blijven wonen. Er zijn natuurlijk al een hele hoop ontwikkelingen gaande op het gebied van driepuntsluitingen, nu besloten, etc. Maar op een gegeven moment, dan gaat die deurbel. Wat dan? Hey Theo, kom binnen. Er zijn een hele hoop producten verkrijgbaar, zoals kettingjes. Het nadeel daarvan is dat je moet boren in de deur en in het kozijn, waardoor er een zwakke plek als zodanig ontstaat. Daarom is er een product ontwikkeld dat achter de voordeur in de grond wordt geboord. De deurbel gaat en je kunt je afvragen wie staat voor de deur. Dus met de onderkant van je schoen kun je de ontspanknop activeren, waardoor de pin uit de grond komt. Je doet vervolgens de deur op een kier en je hebt visueel contact met degene die aan de deur staat. En je kunt daar ter plekke, à la seconde, bepalen, is het pluis of is het niet pluis. Je kunt het product keurig wegwerken in je vloermat. Nou, en bovendien, er zijn heel veel voordelen, om er wat te noemen. Het is een heel discreet product. Degene die aanbelt, die ziet het helemaal niet. En het is ook een heel gemakkelijk product. Je kunt het makkelijk en snel met je voet bedienen, waardoor je langer en veiliger thuis kunt blijven wonen.